Nee, dat is ook kut. Nog een keer. Moet even scherp worden. Kom op. Ik heb geen koffie op mijn mond. Dat is kloten natuurlijk. We zijn 6 weken bezig. En inmiddels squat je 90 kilo. 1 RM. Waar liggen voor jou naast die squat? Liggen jou, voor jou de belangrijkste resultaten die je tot nu toe hebt gehaald? Wat merk je zelf? Wat voel je? Ja, sowieso de deadlift. Zoals jullie waarschijnlijk al in de eerdere filmpjes hebben gezien. Ja, op een of andere manier had ik heel erg moeite met de deadlift techniek. En nou ja, dat vind ik zelf al, gaat een stuk beter. Het kan nog steeds beter, maar het gaat de goede kant op. Daarnaast heb ik als doel om te proberen. Ja, ik vind dat we elke man 10 pull-ups kunnen. En ik kan dat nog niet. Dus dat is voor mij wel een heel groot doel om dat te halen. 10 pull-ups, je hoort 10 pull-ups. Iedere man moet 10 pull-ups kunnen. Dat zijn zijn eigen woorden. Dus hopelijk over 2 maanden, dan hangt Patrick hier 10 pull-ups te doen. Ja, gaat ook. En als laatste, ik doe boven ook de MMA-training en de grappling-training. En ik zou het zelf wel mooi vinden om van wedstrijd fit te zijn. Dus ik hoef niet per se een wedstrijd te vechten, maar het zou wel mooi zijn dat ik klaar ben om het te kunnen doen. Dat zijn wel mijn hoofddoelen om dat te halen. Ja. Oké. En in hoeverre voel jij je lichaam nu dan al veranderen? Kijk, we zijn 6 weken bezig. 6 weken op een mensenleven is gewoon letterlijk niks. Maar zijn er al, voel je al veranderingen in je lichaam? In de manier waarop je op je houding, misschien op je werk, energieniveau, wat dan ook? Nou ja, ik voel het vooral in mijn benen, dat die echt veel, veel sterker zijn geworden. Zoals jullie weten ben ik ook 3 keer door mijn knie gegaan. En dat is ook de reden waarom dat ik ook aan de PT ben begonnen. Omdat ik gewoon vooral wilde focussen op mijn benen om die sterker te maken. Ja, als ik nu zie dat ik hoef er nu ook al niet meer over na te denken. Ik heb niet de gedachte bij, ik moet nu uitkijken van mijn knie gaat er misschien enzovoort. En daar ben ik echt super blij mee. En voel gewoon dat het veel sterker is als voorheen. Het kan natuurlijk nog steeds beter, maar het voelt gewoon veel sterker. Daarnaast met squatten, ik vind het een hele leuke oefening. En als ik zie met wat we zijn begonnen en wat ik nu al kan. Ja, de progressie is enorm. Dan zie ik in ieder geval de aankomende 2 maanden daar ook nog wel. Misschien niet met dezelfde lijn omhoog, maar wel progressie in. Weet ik wel zeker. Tot zover onze doelen en wat we in de toekomst nog allemaal gaan bereiken. Kijk even mee naar de complete training van Patrick die we net hebben afgerond.